Nou, ik wil heel graag op de Viking Race staan en ik wil sowieso wel in de top, ja, top 6 denk ik op het NK Allround. En NK Sprint wil ik ook gewoon wel top 5 denk ik. Een interview uit november 2014. Twijfel en aarzeling komen in het woordenboek van schaatster Jutta Lidam niet voor. In de afgelopen 2 jaar is er heel veel gewonnen. Met als absolute klapper het WK Allround voor juniores in Finland. Wij spraken deze week bij Jutta thuis af. Met haar zusjes, broertje, papa, mama en oma op de achtergrond sprak ze over haar ambities en het resultaat op de WK in Helsinki. Brons op de 500, brons op de 3 kilometer, goud op de 10 pursuit, goud op de 1500 en goud op het allround. Deze krans had ik gehad bij de winst van het NK allround dit jaar. Dus dat was wel echt de eerste krans die ik had en dat was echt heel cool. Volgend seizoen zou ik graag nog een keer wereldkampioen allround en ook 1000 meter worden. Dan dit jaar ging het niet goed, dus vandaar dat er geen gouden ligt bij de 1000. Maar volgend jaar zou het wel goed zijn. Kortom, de Schavenzandse is een waar toptalent. Ze begon al heel vroeg met hockey, maar op 11-jarige leeftijd kwam het lange baanschaatsen om de hoek kijken. Daarin is de steun van familie onmisbaar. Ja, mijn vader is tot nu toe misschien bij 2 wedstrijden van alle wedstrijden waar ik heb gereden, is hij er niet geweest. Dus ik vind het altijd heel leuk als hij op hetzelfde plekje in de bocht staat aan te moedigen. En mijn moeder ook, die staat dan aan de andere kant ook op hetzelfde plekje me aan te moedigen. Dat is toch wel leuk. Zelfs als ik aan het rijden ben en in volle concentratie ben, hoor ik hun nog steeds. En ik wacht ook eigenlijk soort van op dat ik hoor dat hun hebben geroepen. Soort van. Dus. Ik heb zoiets van, we kijken gewoon hoe ver ze komt. En als ze maar gelukkig is en als ze het maar leuk blijft vinden, dat vind ik het allerbelangrijkste eigenlijk. Waar eindigt dit? Dit eindigt op de Olympische Spelen over 5 jaar. Goud op de 1000. Ja. Die kunnen we alvast opschrijven. Ja, schrijf hem maar op. Jutta Lidam is pas 18 jaar. Een leeftijd waarin stappen in het weekend heel belangrijk is. Dat is dus een moeilijk verhaal. Eerst had ik daar heel moeilijk mee, want ik moet zeg maar elke keer mijn vriendinnen afzeggen. Ze vragen altijd wel of ik meega en dan zeg ik altijd nee, ik kan niet. Want ja, het kan gewoon niet. Ik kan niet drinken, ik kan niet tot laat uitgaan. Want ik heb gewoon een bepaald ritme nodig om te slapen. Dus uitgaan zit er in het seizoen er sowieso niet in voor mij. En dat vind ik ook wel eens jammer, maar aan het begin had ik daar meer moeite mee dan nu. Nu ben ik zo gefocust op mijn sport dat ik echt gewoon alles ervoor eigenlijk voor wil laten. Dus. Jutta Lidam. Wow. Op het Westlandse Sportgala in januari wist ze het zeker. Ik word de wereldkampioen van 2018. Met deze check wil ik zeg maar mijn trainingsstage bij de RTC Zuidwest betalen voor volgend jaar. En dan daarmee is mijn doel om volgend jaar het WK te winnen in Salt Lake City. Wow. En dit jaar heb ik ook al wel kans bij Helsinki, dus dat gaat me zeker helpen. Die doelstelling is nu al waargemaakt. Heel bijzonder, maar Jutta blijft er nuchter onder. Ja, het was best bijzonder omdat ik eerstejaars ben. Meestal word ik tweedejaars wereldkampioen. Dus ik heb volgend jaar nog een kans. En het WK wordt dan gehouden in Salt Lake City. Bij de Utah Olympic Oval. Dus het is wel misschien wel voorbestemd voor nog een wereldtitel. Zou leuk zijn. We hebben grote namen gehad in het verleden bij het vrouwenschaatsen. Renate Groenewold, Irene Wüst. Pas jij in dat rijtje? Zeker. Ja, denk wel.